Dus je gaat naar Indonesië, daar komen je ouders vandaan, je komt daar en je hoort er niet. Dat voel je meteen. En toch hoor je er wel. Er is alles wat je herkent waar je juist heel vertrouwd op voelt. Als het geur en mensen, de manier waarop ze zitten. Want ik heel erg, zoals mijn vader op zijn hurken altijd zat als hij bezig was. Wat iedereen eigenlijk een beetje gek vond van, uit die Hollandse wereld, uit die, wat ik zeg, de buitenwereld. Maar ik was aan gewend en ik zag daar allerlei mannen ook op daken, dus altijd op diezelfde manier op die hurken zitten. En ja, dat raakte me verschrikkelijk. En zonder dat je nou, ja, ik denk dat het me dat raakt, weet je wel, het verraste me ook. Dus je, het ene moment voel je je echt buitenstaander, en het andere moment ben je helemaal daar en ben je zo geëmotioneerd dat je het niet eens woorden voor kan vinden. De veerkracht die ik in mijn jeugd nodig had, dat was op veel redenen denk ik iedere keer weer, want mijn moeder was heel streng en die had er allerlei eisen over wat zij ook dacht, hoe wij moesten leven in de samenleving die ze eigenlijk zelf niet zo goed kende. Zij kende alleen de koloniale samenleving en wij leerden de echte Nederlandse samenleving sneller kennen dan zij zelf. Toch had zij daar een idee over, vanuit dus ook. En dat klopte niet, dat strookte niet altijd. Dus daarin was het dan moeilijk, want dan, je moest je enerzijds heel houden aan haar regeltjes over wat hoorde en niet hoorde, maar dat paste helemaal niet altijd, of vaak niet, bij, dat, bij de buitenwereld. Die veerkracht, die was echt dat ik ben gaan vinden vanaf het moment dat ik in staat was om te lezen. Maar ook mijn eigen tekst te maken. Dus ik ging gedichten schrijven, verhaaltjes bedenken, verhaaltjes vertellen. Dat deed ik eigenlijk al eerder. En dan, zo creëer ik mijn eigen wereld, die dan aangenaam was. Dus daar heb ik nog steeds, haal ik veel kracht uit als het leven zwaar is. Om gewoon in mijn hoofd, dat hoeft nog niet eens opgeschreven te worden, maar in mijn hoofd verhalen te maken of teksten of het vorm te geven of in mijn hoofd brieven te schrijven aan de mensen die mij pijn doen. Maar dan hoeft die brief niet verstuurd te worden, want dat gebeurt hier. Of mijn eigen verhaal ten opzichte van dat wat mij pijn doet, maken in mijn hoofd. Nou, dus ik denk veerkracht, ja, dat haal ik absoluut op de eerste plaats uit het schrijven. Of het in ieder geval samen met mijn fantasie, niet gewoon puur schrijf wat er gebeurd is. En pas veel later is eigenlijk het tekenen, schilderen, dat soort van creativiteit is gekomen. Eigenlijk eerder toen woorden tekort gingen schieten. Dus dat er zoveel in je leven gebeurt dat je dat niet meer in woorden kan vatten. Of ook bij mij dat het woord, had ik het nog harder nodig, dat ik van het woord moest leven. Het was ook een vorm van meditatie, heel lang. Maar dan voelde ik me daarna goed. Dus als ik doodmoed thuis kwam van film maken, kon ik niet meteen slapen. Dus als je zegt veerkracht, is dat het ook. Dus dan moest ik om door te kunnen, om de volgende ochtend weer om 6 uur op te staan en er naartoe te gaan, moest ik toch een uur, terwijl ik al laat thuis kwam, dus 11 uur, minstens een uur moest ik gewoon zwart-wit tekenen. Gewoon heel klein met de pen. Dus het heeft wel altijd met creativiteit te maken, maar het is niet altijd dezelfde. Dus ik kan niet zeggen van, hier haal ik mijn veerkracht uit. Elk werk is een reis en ik begin ergens, maar dat wil helemaal niet zeggen dat ik kan misschien wel een idee hebben gehad, maar dat wil niet zeggen dat ik daar eindig. Het is voor mij ook een verrassing wat eruit komt. Met ouder worden komen er weer nieuwe problemen in je leven. Je gaat mensen verliezen die je dierbaar zijn. Ja, iets nieuws wat ik zie als een groot cadeau, wat mij sterkt, is gewoon het hebben van kleinkinderen. Dus, en dat is, kan ik wel analyseren waar het vandaan komt. Dat geluksgevoel heeft te maken met dat je leven veel meer zin krijgt doordat je kleinkinderen hebt dan door het schrijven van een boek. Want ja, boeken, ja, op een gegeven moment mensen leggen het in boxjes aan de straat en lezen het niet meer of gooien het allemaal weg of krijgen een boek cadeau en denken, moet ik ermee? En het heeft twee kanten. En justice is ook, dat is ook een, als een munt met twee kanten. Er is niet maar één juistheid als je het hebt over. En je kunt alleen maar geloven en vertrouwen op dat wat je hier voelt.